Welkom allemaal bij deze Keltisch kruis. Vandaag ik heb hem even op zijn kop even omdraaien. Nou, zeg. Het kan iets zijn dat iets jou verward of dat iets jou uit je comfortzone haalt of dat iets jou overhoop haalt. Dus let daar dan op. Er kan een belangrijke aanwijzing zijn binnenkort. Voor sommigen is dit al een bevestiging, voor anderen zit je er middenin. We zitten tenslotte op verschillende tijdlijnen. Dit is de Heart Healing Oracle en we hebben hier de Unfolded Patero. Ik ga beginnen zo meteen met de Oracle Deck om een Keltisch kruis te leggen en vervolgens de verdieping in, daar waar nodig, met de tarot. Wil je graag een persoonlijke reading, dan kan dat. Mail mij op philomenita@hotmail.nl. Ik heb even gekeken, die ligt ook goed. Onderaan, ik pak er twee, dus we gaan er twee nemen, is deceptie, afgunst en de solar plexus. Het kan zijn dat jij te maken hebt met iemand die doet alsof ze een goed persoon zijn, loyaal aan je zijn, loyaal aan de vriendschap, een loyale collega, een loyale partner. Maar in werkelijkheid hebben zij wat afgunst. En dat heeft te maken met de solar plexus. Zij zien dat jij zelfverzekerd bent. En als het omgedraaid is, moet je uiteraard omdraaien. En dat geeft hen irritatie. Zij worden daar zelf nog onzekerder van. Daar gaat de solar plexus ook over. Over zekerheid, uitstralen dat je zelfverzekerd bent, weet wat je wil. En je hebt dus iemand in je energie of in je naaste kring die onzekerder wordt door jouw zelfverzekerdheid. Zij doen alsof, dus zij doen alsof ze hier goed mee om kunnen gaan. Dat ze niet afgunstig zijn, dat ze liefdevol zijn, wat ik zei, loyaal, etc. Maar hoe zelfverzekerder jij bent, hoe grotere impact het heeft op hun gevoel van comfortzone, van zekerheid, van afgunst. Dat groeit. Nou, ik trok ze alle twee. 7 plus 3 is 10. Hè? Dus daar gaat binnenkort een einde aan komen. Het kan zijn dat deze persoon niet meer in jouw naaste kring zal zijn. Dus dat je op een gegeven moment doorkrijgt wie dit is en dat je zegt van ik stop met de vriendschap of ik stop met deze relatie. Of als het gaat om een collega, dat je daar meer afstand van gaat nemen. Dat het alleen maar samenwerken is op het werken, voor de rest niks. Of dat het gaat om een familielid die je misschien één keer in de zoveel tijd ziet, maar voor de rest hè, tot hier en niet verder. Dus er gaat op een gegeven moment gaat er een verandering plaatsvinden, een shift, waardoor deze persoon minder impact op jou heeft en andersom. Omdat jij op een gegeven moment zoiets hebt van dit wil ik niet meer. En zoals ik zeg, dit kan iedereen zijn. Dus even kijken. En het is ook een algemene reading. Dus het kan zijn dat het voor de ene collega is, voor de andere iemand in je vriendenkring, voor wie een ander is de familielid, voor wie een ander is je partner of de persoon met wie je in een connectie zit. Maar er gaat binnenkort dus een einde aankomen, dus dat ziet er goed uit. Ja, succes en victorie. Dit is waarom deze persoon doet alsof, maar eigenlijk zijn ze er afgunstig op. Afgunstig op jouw succes, op jouw victorie. Het kan zijn dat je zoiets hebt van, ja maar ik doe niks speciaals. Ik doe gewoon mijn werk of ik ben gewoon normaal in de vriendschappelijke omgang. Of ik doe zoals ieder ander binnen deze relatie.
Hè, of dat nou een familierelatie is, of dat het gaat om een vriendschappelijke connectie, professioneel of anderszins. Maar weet dat, dat jij dingen doet waarbij het lijkt alsof het vanzelfsprekend gaat, alsof jij daar niks... dat het je geen moeite kost. Dat het, hè? Jij doet bepaalde dingen van nature. En dat brengt jou verder. Hè, misschien heb jij gewoon goed talent op je werk. Of ben je goed met je hobby's. Of ja, lijkt jouw huisje er altijd picobello uit te zien. En is het een afgunstige buurman of buurvrouw. Het kan van alles zijn. Maar in ieder geval, ze zien dat het goed met je gaat. Dat je floreert. Dat je succes hebt. Op wat voor manier dan ook. Hè? Misschien heb je pas een nieuwe auto gekocht. Of heb jij, ben je pas terug van vakantie. En heeft iemand zoiets van, dat wil ik ook. Er zijn altijd mensen die afgunstig zijn. Maar deze persoon, hoe groter jouw succes, hoe groter jouw vooruitgang. Op wat voor gebied dan ook. Of je nou nu een nieuwe auto hebt. En straks over een paar maanden dat je een huisje gaat kopen. Of dat je verder komt in je werk. Of wat dan ook. Daarmee groeit dus die afgunst. En daardoor is het beter dat dit tot zijn einde komt. Het kan zijn voor sommigen dat je het zelf beëindigt, voor anderen dat dit beëindigd wordt. Het kan ook zijn dat dit bijvoorbeeld een afgunstige ex is. Die ziet dat het goed met je gaat, dat je het prima redt zonder deze persoon. En dat ze dat niet kunnen handelen. En dat ze jou... ja, negatieve gedachten toesturen of wat dan ook. En dat daar binnenkort een einde aan komt. Maar er komt hier wel een einde aan met 7 en 3 is 10. Nou, jij blijft lekker verder gaan. Op jouw manier. Daar word jij gelukkig niet in gestopt. En het kan zijn dat jij een bepaalde periode achter de rug hebt. Want dit is het verleden. Waarbij jij in een nostalgische energie zat. Een nostalgische energie van, dat hoeft niet per se van liefde te zijn. Het kan ook zijn dat het gaat om een familielid, hè, een ouder bijvoorbeeld. Dat je mooie herinneringen eraan hebt, dat je die koestert. Het kan zijn inderdaad een ex. Het kan ook zijn herinneringen van een goede, trouwe vriendschap van al jaren. Wat het dan ook is geweest, dat is een nostalgische energie waar je uitkomt. Het kan zijn ook dat deze nostalgische energie jou heeft een tijdje heeft geblokkeerd. Dat je dus niet verder komt. En dat je nu merkt, nou, dat je deze persoon meer en meer loslaat. Hè, omdat je over je ex heen raakt of omdat je... dat je al je afstand hebt genomen van een bepaald persoon of een familielid. Dat je dus niet meer zo in het hoofd zit over hoe het vroeger was. En dat je merkt dat dat impact heeft. Dat je merkt van, hey, ik kan weer vooruit. Hè? Want meestal als je aan het verleden denkt, dan blijf je vastzitten. Hè? Want dan kom je niet vooruit, maar je gaat ook niet achteruit. Je blijft constant aan het verleden denken. Dus dan blijf je op eenzelfde punt staan. En het kan zijn, omdat je dat meer en meer los gaat laten, dat je ziet dat je vooruit gaat komen. Dat je weer succes gaat krijgen, dat dingen weer naar je toe komen. Dat je echt het gevoel hebt van stilstand, kom ik weer vooruit. En je ziet die erkenning dan ook. Hè? Het kan zijn dat je erkenning krijgt of complimentjes krijgt. Het kan zijn dat je baas bijvoorbeeld tegen je zegt van, nou, hier weer een bloemetje, want tijd van de vakantietijd hebben we flink wat van je geëist en je krijgt nu een bloemetje daarvoor. Of anderszins dat jij een bepaalde functie gaat krijgen of dat jij iets voltooit. Het kan ook een opleiding zijn, maar je hebt wel in ieder geval het gevoel van, ik kom verder. Ik denk dat jij op een gegeven moment gaat zien, met kaart 5, met wijsheid, aan wie jij trouw en loyaal kunt zijn en wie ook de echte, ware, trouwe, loyale mensen rondom jou zijn.
En welke personen, hè, of dat nou familie is of niet, welke personen je beter op afstand kunt houden. Want niet altijd is familie, ja, het is moeilijker, maar niet altijd is familie zo fijn om dichtbij je te hebben als, als er afgunst is, bijvoorbeeld. Dus ja, soms kan iets dichtbij staan, maar wil nog niet zeggen dat men dan ook trouw en loyaal aan je is. Ik denk dat je ook merkt, nou, dat je dus die afstand neemt, maar ook heel goed voelt en in de gaten hebt van wie is wel trouw, wie kan ik, wie, in wie ben ik wel geïnvesteerd en wie laat ik toch op afstand, op veilige afstand. Dat je merkt van, hey, het werkt beter, ik sta niet meer zo stil, ik heb het gevoel dat het beter voor mezelf voelt. Hè? Vaak is het zo als je met mensen die op afgunst voor je voelen, of nee-knikkers, hè, of negatieve mensen, dat als je daarmee omringt, dan merk je ook van ik ben niet in balans, iemand trekt je omlaag, je wordt vermoeid, dat soort zaken. Maar je merkt dus dat het voor jou werkt. Hè? Dat je dus die wijsheid hebt van nou, wie is er trouw en loyaal? Aan wie ga ik nog investeren? Daar heb je duidelijkheid over gekregen. En over deze persoon ga je ook meer en meer duidelijkheid krijgen. En wie hou ik het liefst op afstand? En dat brengt die balans en die harmonie. Je voelt je weer energieker. Mensen geven je ook de aandacht, de tijd, de liefde. Dan voorheen. Wat mogen wij nog meer weten hierover? Het is zelfs zo, en dat is vaak zo, als jij in de flow weer terugkomt, hè, als jij in harmonie bent, dan komt heel vaak die financiële flow ook naar je toe en dan kan je dus gaan oosten. Hè, dat is ook wel de 9 van bekers dit. Gaan oosten. Dus je hebt het gevoel dat de dingen vanzelf zich ontwikkelen. Hè? Dingen waar jij misschien al lang in hebt geïnvesteerd. Dus dat kunnen bijvoorbeeld opleidingen zijn, mensen, situaties. Maar ook vooral die financiële flow, die komt weer op gang. Vaak gaat dat gepaard met je eigen balans en stabiliteit. Het is namelijk de energie die je uitstraalt en die je dus ook terug ontvangt. En je hebt het gevoel van een bepaalde persoonlijke overwinning te hebben gehaald. Het kan dus zijn dat jij inderdaad die diploma's, die cursus hebt gehaald. Maar voor de meeste voel ik die persoonlijke overwinning dat dit toch iemand was die heel erg in de weg stond. En dat je blij bent dat, dat nu weg aan het ebben is, dat dat niet meer zo'n invloed heeft, dat je weer terug op krachten komt, dat je die balans, die stabiliteit voelt, dat alles weer langzaam terug op rolletjes komt, alles wat je gemanifesteerd hebt, dat ook weer naar je toe komt. En dat je het gevoel hebt van, ik kan weer overnieuw zaadjes gaan planten. En je hebt ook het gevoel van, met deze aas van munten, het is goed dat ik bepaalde mensen los heb gelaten. Die kunnen meerdere mensen zijn, kan één persoon zijn. Het kan ook één rotte appel geweest zijn. En je weet nu en je ziet nu ook van, het is de moeite waard om in mezelf te investeren. Want als jij namelijk niet die balans, die harmonie voelt, dan, wat ik net zei, dan kom jij, dan raak je uit die flow. Hè? Dan krijg je dat het piekt en daalt met je, met het oosten, met je financiële flow, met jouw evenwicht, met jouw energie, voor sommigen zelfs ook wel met het gewicht wat je hebt. In kilo's. Hè? En je weet van, ik heb hier goed aan gedaan, een goede keuze gemaakt om dit aan de kant te zetten. Of deze persoon, of deze groep, of deze collega, wie het dan ook geweest is, deze ex aan de kant te zetten.
Want ik zie dat het zijn vruchten afwerpt. Ik zie die progressie, ik zie die vooruitgang. Ja, het wiel van fortuin. Het was gewoon zo. Het moest gewoon beëindigd worden met kaart 10. Je had hier niks aan. Hè? Nogmaals, 7 plus 3 is ook 10. Vandaar ik ook die twee kaarten moest pakken. En ik denk dat je beseft van dat je nu vanuit een andere blik, hè, die wijsheid, vanuit een andere energie naar situaties, mensen, dingen kijkt. En dat het je ook verrijkt heeft. Dat je ook die duidelijkheid hebt gekregen. En dat je blij bent dat je verder kunt gaan. Je ziet nu ook een firm foundation, dus een stevige ondergrond, een stevig fundament wat je aan het opbouwen bent. Je ziet hier ook die begin van die ruggengraat en waar het staartbeentje zit. Je weet van, die kennis, die ervaring, die wijsheid, die heb ik opgedaan. Ik weet nu met wie ik me moet omringen en ik weet nu van wie ik op afstand moet houden. En dat sterkt jou. Dat geeft jou de wijsheid, dat geeft jou de kracht om door te gaan. Dat geeft jou het evenwicht, een nieuwe start, blijheid. Een tijd van oosten staat er voor de deur en natuurlijk ook die financiële flow die weer goed loopt. Dus het gaat heel erg goed. Je gaat de goede kant op. Ja, ik hoef eigenlijk helemaal niks te verklaren. Dankjewel voor het kijken. Als je zegt van het resoneert, mag je liken, delen, abonneren, doneren. Tot de volgende keer. Namaste.